de grootste YouTube-studio aller tijden. Ik heb de wereld. Hahaha. Nee. We zijn nog even bezig geweest aan de wedstrijdreglement. En ja, omwille van je kon hoe ging de wedstrijd dus in elkaar? Ja, je kon klik op abonneren, even een commentje plaatsen en dan deabonneren. Zo werkt de wedstrijd niet. Wij willen elke psychofan de juiste kansen geven. Dat betekent dat je 1 maand al sowieso al moet geabonneerd zijn. Ten tweede, iedereen krijgt 2 kansen, dus jullie mogen 2 keer gokken. Niet per week, maar tot het einde van de wedstrijd. Dan, bij het einde van de maand gaan we dan kijken wie het dichtst bij zit. Bij het kilometerstand van mijn wagen die op dat moment werd getrokken op 1 juni om 11 uur. En ik heb hier nu ook zo mijn fanneke, heb ik nu hier zo wat buiten gezet. Die geeft aan dat het echt buiten 28 graden is. Ho ho ho, dat is wel redelijk veel. Ziet dat toestelletje hier. Dit toestelletje die geeft ook hoe warm dat het is buiten, ziet. 28 graden. Ho ho ho. En dan gaan we die even terugzetten. Kom maar door. Voilà. Je geeft hem al 29 graden aan. Dus het is echt heel, heel, heel warm. En ik ben ook voldoende aan het drinken. Ja, mijn glas is nu wel leeg. Maar ik ga deze alles ook terugvullen. Ja, bij deze. Dus heel veel succes nog met de wedstrijd. Dus er zijn nog een paar aanpassingen gebeurd. Dus je moet sowieso al 1 maand geabonneerd zijn. Bij deze. Dan, dus 2, minstens 1 maand, ja, dus wacht, 1, je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. 2, minstens 1 maand geabonneerd zijn. 3, je mag in totaal 2 keer gokken. Als je meer dan 2 keer gegokt hebt, telt enkel je eerste 2 antwoorden. Nee. 4, als je dubbele accounts gebruikt om mee te spelen, word je van de wedstrijd gegooid. En 5. Zet in de comments neer hoeveel kilometer dat mijn wagen heeft gereden. Foto getrokken op 11:30 op 01/06/2020. Bij deze. Dus nog heel veel succes met de wedstrijd en... nu kan elke psychofan heeft nu eerlijke kansen. Toi, toi, toi. Helemaal 3-8 op Koningsdag 2020. Tem tem pam 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 pam. Oh, kijkers. Ja, welkom op het vervolg. Dus ik zal nu eens even gaan uitleggen wat er allemaal is gezegd geweest terwijl dat ik onderweg ben naar Beer. Dus ik heb het ook aangehaald van die lichtzetel. Dat heb ik aangehaald. Daarbij gaat er ook nog even een gesprek komen ook met mijn bovenbuurman. En met Alice en dan nog Jeroen van Cordier. Dat dat allemaal in orde komt. Voor de rest. Is er dan nog over gaming gesproken? Dus dat ik ook, zondag op maandag.
dat er weer al zo veel lawaai was. Ja, ik gebruik mijn headset. En ja, dan ga ik ook automatisch... Wat man, dat is warm. Automatisch ja, harder praten. En ja, en dan hoorde zij ook heel fel en zij stoorde daar ook zich heel fel aan. Daarbij dat ik dit niet meer ja, ga doen. Waarvan als ik mijn headset op heb, ja, dan ga ik automatisch al harder praten. Tweede probleem is, ik heb geen boksen thuis. Echt waar niet, ik heb geen boksen thuis. Als, dus als ik boksen had, kon ik jullie nog een bepaald volume zetten. Maar het probleem is weer al van, ja, dan gaan jullie elkaar weer al weer klankend horen. En dat is ook weer niet de bedoeling. Dus ik moet iets heel zwaars zien te vinden. Dat ik ook na 12 uur s'nachts bijvoorbeeld ook nog kan praten met jullie. Er moet een oplossing zien gevonden te worden. Dus daar zat ook het grootste probleem. Dan had zij ook nog geklaagd over cannabis. Ik weet dat ik het vroeger heb gedaan. En ja, ik ruik die geur nog heel graag. Is dat niet waar dat hij zo traag rijdt? Oké. Dus, we hebben daar ook nog een zeker dat is lastig. Dus nu over die cannabis. Dus ik doe geen, ik rook niet meer cannabis. Nee, dat doe ik niet meer. Ik ga er ook niet meer aan zitten, omhoog van, ik ben er nu zo goed als af. Maar, ze had nog geklaard van cannabis. Oké. Nou, haar volste rijkt. Voilà. Maar dat komt door de wierookstokjes. Dus zit als cannabis. Omhoog van, ik ruik die geur nog wel graag. Omhoog van, dat brengt mij tot relax. Maar ik rook het niet meer. Bij deze. Dus ik heb nu als vervanging gewoon wierookstokjes. En daar zal zij dan over de klagen van geurhinder van cannabis. Burgerlijk moet ik dat niet laten vallen. Ik mag dat blijven gebruiken. Dus dit, hè. Dus dit mag ik blijven gebruiken. Voor de rest was er dan nog gezegd geweest, ja, gewoon echt over het geluidsoverlast, dat zij niet s'avonds kon gaan slapen, ja. Ja, ik moet altijd richting Diest rijden om voor naar mijn schatje te gaan bij deze. Ja, dus zij had dus echt heel veel last van ja, de geluiden waar ik tijdens de middernacht en na middernacht ook maakte. En ze kon dan daar niet door slapen. Het probleem is, we zitten ook in een nieuwbouw. Wat ik misschien wel op een latere tijdstip wel kan doen en ook eens een overleg kan doen met BH-begeleidster. Is op zoek gaan naar iets anders om gaan te wonen. Dat is de enigste punt waar ik jullie al kan meedelen. Man, dat is echt warm. Dus naar een gewone sociale woning. Dat ik dan daar in een aparte kamer kan hebben bijvoorbeeld, dat ik dan daar kan gaan gamen en met jullie kan gaan praten, want ik wil jullie echt niet kwijt. Dan,
is er nog iets voorgevallen? Jullie hebben het gezien misschien, de daling van de abonnees. Dat heeft te maken met mijn dubbele account. Ik had er 19 geabonneerd op mijn YouTube kanaal. En dat heeft YouTube nu ontdekt. En dan zijn het er afgehaald. Daarbij van 524 of 525 naar zo weinig terug. Dat is allemaal toch iets. En het gaat ook al wat beter. Ik heb nog, met het gesprek heb ik al wat tintelingen ook wel gekregen aan mijn wang. Van oververhitting. Want in de longen te zitten was ook, het is bijna niet mogelijk. Dan wou ik binnen zitten. Maar ja, dan dacht ik, ja, allee, ik ga dan weer opdragen van. Nee, niet doen. Dus bij deze. Was ik weer een klein beetje aan het oververhitten. Ze vroegen ook, zeg, smeert je u in? Nee, ik moet dat productjes allemaal bijna niet. Dus, bij deze. Ja, een lijnbus moest passeren en je gaat zien, hup, hier komen direct dan wagens, dus de lijn zat op mijn reishok te rijden. Allee mensen, kom aan, ik wil oversteken, dank u. Echt niet. Dat is allemaal niet. Echt waar, allemaal niet meer. Bij deze ben ik nu aangekomen bij mijn schatje. Yes! Voilà. Bij deze, tot ziens. Hallo allemaal en welkom weer al op een gloednieuwe Q&A. Dus ik ga dus de Q&A eerst doen alles wat op YouTube is gezegd geweest en daarna op Discord. Yeah. Oké, we gaan eventjes, even weg voor sigaretten gaat dat 859. Zijn in totaal 5 reacties opgekomen? Sorry dat ik... dus van Ben Verdikt, sorry dat ik het moet zeggen, maar uw onderbuurvrouw heeft wel gelijk dat je de coronamaatregelen niet naleeft. Wat je op 6.14 zegt is nog steeds illegaal. Je mag enkel een bubbel hebben met één andere huishouden, niet met verschillende, uit verschillende huishoudens. Chris, Bea en uw ouders wonen niet onder één dak, dus dat zijn meerdere bubbels. Als je bijvoorbeeld kiest om een bubbel te vormen met uw ouders, mocht je niemand anders bezoeken. En mocht uw ouders ook niemand anders bezoeken, want jullie vormen dan één bubbel. Lees hier maar als je me niet gelooft. Ik ga sowieso zeggen, Ben Verdikt. Heel veel mensen zijn er al te soepel in geworden. Dan begin ik ook zo van te denken van, moet ik mij eigenlijk dan nog aan de maatregelen houden? Ik begin het al beu te worden. Dus met al dat corona gedoe, dus ja, sorry. Ik ben het echt beu. Dus als ik nu nog iets zie van mijn comments, van corona dit of corona dat, ik ga dan er meer voorlezen omdat van, ik ben het gewoon beu gehoord. Ik hoor gewoon niks anders dan meer ook op de radio. Ja, corona dit, corona dat. Ja, de cijfers zijn weer gedaald. Oh, ik word daar gewoon gek van. Oké. Okay. 12:34, dat is misschien Bea die windjes laat. Daar zit je dan dus in de vlog. Ik ga het even proberen erbij te halen. Dat het een klein beetje winderig was. Amai, je komt langs mij zitten en de wind komt in één keer terug op. Ziet je mensen? Dus, 1.22, discussie waarover? Ben meer... Mama dus, mijn papa was weer al... Ja, mijn papa was ook weer al thuis. Ah, dat was een discussie over de was. Ja, ik had nog maar... Wacht, ik had 2 paar sokken. 2 keer een onderbroek en een t-shirt. En dat moet mijn mama nu gaan wassen.
Dan moet hij dus een volledige wasmachine voor insteken. Ik vond dat gewoon onnutteloos om dat even gaan te brengen naar mijn ouders toe. En dan moest ik weer al op en af gaan. Dat vond ik gewoon even, ja, sorry. Dat vond ik niet kunnen. En dan, KieferSP. Dus als je dit wil doen, hoort dat is gewoon mijn e-mailadres. De e-mail dat er e-mails in binnen aan het komen. KieferSP. In een vorige livestream of vlog heb je gezegd hoe je niet wilt roken op camera. Omdat er kinderen naar je vlogs kijken. En nu kies je voor zo'n titel. Dat is ook geen goede invloed op jouw jonge kijkers, hé. Daar moet ik Kiefer wel een kleinje gelijk in geven. Daar heb ik eens even... Sorry, Kiefer. Ik heb er niet over nagedacht. Sorry. Dr. Heusden, succes met uw debat morgen. Dat zal wel de reden zijn waarom je u wat minder voelt vandaag. Af en toe stresskaksje leggen en dan gaat het weer beter. Oké, dan, dat zal ik zeker doen. En bedankt voor de steun. Best. En dan ben ik ook zwaar ziek geworden, dus daar zijn ook reacties op gekomen, maar dat was dus totaal geen vlog. Bram van Ruisveld, dankjewel. Veel sterkte, Dimi. Dan half van. Genoeg water drinken, Dimi. Uitgedroogd van de hitte misschien. Dat kan hoogstwaarschijnlijk ook wel zijn. Je gaat ook nu tijdens deze Q&A mij ook eens vaker zien drinken. En dan Nick Gers. Hallo dokter Gers hier. Je hebt tintelingen aan uw wang en duizeligheid. Dat kan maar twee dingen betekenen. COVID of een verkoudheid. Ga naar de dokter. Onmiddellijk of bel mee op het nummer 011-22-66-59. Nick Gers, het gaat al pakken beter. Ik ben sinds kort nog maar getest geweest. Ik ben niet besmet. Maar ja, je kunt gisteren getest zijn en de volgende dag al besmet worden. Maakt niet uit. Dan Kiefer SP. Amai, ben er zelf ook niet goed van. Gelukkig heb je jezelf aan de kant gezet voor de veiligheid. Kon anders er compleet fout afgelopen zijn. Hopelijk ben je snel weer beter, zodat je niet lang daar aan de kant moet zitten zonder eten en drinken. Haar vader is ook langsgekomen om mij ook te deponeren. Bea haar vader. En daar ben ik echt ook heel trots op. Dankjewel, een shout-out naar Bea haar vader. En haar stiefmoeder. Dan gaan we door naar vlog 858. Zijn geen reacties opgekomen. Jammer. Dan gaan we door naar 857. Daar zijn wel reacties opgekomen. 3 zelfs. 4.29. Wauw, Bea. Zo vurig. Ben, zit je onder mijn duifjes aan het schieten? Maar goed dat het niet november is, want dat had ik nooit kunnen volhouden. Oh nee, november komt weer al dichterbij aan. En ja, ik weet dat wat jullie dan gaan posten. Ja. Ik ga het er nog niet over hebben. Dan 8.10. Wat is er allemaal zo raar, Dimi? Dan moet ik ook eens even terug bekijken. Ik vind het maar allemaal raar. Wat dan ga ik het hier al doen. Hier op het koerkje. Jawel, ik kan nog even buiten blijven zitten. Ik ga hier nog even op het koerkje wat Pokémon's vangen. Dat is hoogstwaarschijnlijk geweest over mijn Twitter-geval. Twitter-geval. Wikipedia-geval, denk ik. En dan Tamara Rinalda. Excuseer. Bea, ik vind het prachtig. Dankjewel, Tamara. Volgens de woorden van Bea dan. Ja, ik kijk eigenlijk nooit naar mijn video's van likes en al. Ik zie 2 likes, 2 likes, 2 likes. Continu niet.
En mensen. Dus ik neem niet op. Ka-ching, geblokkeerd in mijn gsm. Het was een fraudenummer. Dus als jij opgebeld wordt met een nummer. Plus 44 151 808 1283. Nooit opnemen, zijn fraudeurs. Niet doen. Dus ik herhaal: plus 44 151 808 1283. Bij deze. Dan. Gaan we door naar vlog 856. Ben verdikt, weer al. Op 9.08 is het echt duidelijk te zien dat je uw touwtje van de mondmasker kapot trekt. Kijk zelf maar, waarom? Ja, mondkapje aan. Goed zo. En dat meent je niet. Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb het gezien, goed gezien. Je mag een fout, Timmy. Fernand Kossemans vervangen door Bernard Theophile Waterslagers. En het verhaal klopt. Het is dat bij deze ook weer rechtgezet. Dankjewel, dokter Heusden. Wauw, Dimi. Dat is wel echt een goede Mr. Bean stem. Kun je dat niet eens een hele vlog proberen te doen, AUB? Zot. Ik kan... wacht, hè. Ik moet mijn headset dingen gaan zetten. Wat zeg ik tot de volgende? Leuk, bespreken en Mr. Bean stem. Bij klassieke Susie. Leuke vlog, Dimmy. Maar op 09.07 zie ik iets wat ik niet graag zie. Er is niet die, de gespreksboek kapot maakt. Ik kan het niet, want dat trekt op mijn keel. Oké. Okay. Eerlijk, geloofwaardig blijven, dan omschrijven van de kreetbladen een sensatie te zoeken, laten de 500 eens niet naar je hoofd stijgen. Oké, dat is goed, ik zal niet naar mijn hoofd stijgen. Ja, maar Dimi, er was geen Pokémon Go in deze vlog. Je hebt wat een clickbait verboden is op YouTube. Waar is de Pokémon Go Dia Show? Ik had het dan wel gezegd dat er wel een Dia Show is. Ah ja, daar is de Dia Show. Inderdaad, sorry Dimitri, dat had ik echt niet gezien, want... Je hebt gezegd ervoor van ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Diem onthoudt dat we kijkers daar echt heel graag naar kijken. En ja, het probleem is, dat was een klein beetje ook fout gelopen, ook in de editing. En dat, moest dan ook die uren al, ook van die Pokémons, moest ik dan, van die screenshots, moest ik dan ook wel gaan uit elkaar halen. Dan heb ik gewoon gezegd, goed, ik gooi het achteraan in mijn vlog met een dia-show. Dus als ik Pokémon Go ga doen, die dia-show gaat altijd volledig achteraan zijn in mijn vlog. Dat ook voor mij iets gemakkelijker is, ook voor te editen en al. Bij deze. Gewoon kopen. En dan 855. Het heeft uw bloed, zweet en tranen gekost. Heeman, Jonas Isbroeks. Ja, dat kan. Ik weet niet over wat juist dat je het hebt. Dan gaan we door naar 854. Ben verdikt. Mooie werkoutfit op de 6.02. Ik zal het jullie laten zien. Ka-ching. Zie ik daar de bewel tenue. Dat heeft Ben verdikt weer goed gezien. Een klassieke Suzy. Leuke vlog. Hoe komt het dat wanneer je kaas met mayonaise vermengt, er enkel priemgetallen in de kelder te zien zijn? Hoe komt het dat wanneer je kaas met mayonaise vermengt, er enkel priemgetallen in de kelder te zien zijn? Sorry als ik het ga zeggen, maar die snap ik niet. Die snap ik totaal niet, Suzy. Sorry. Dan de vorige Q&A.
853. Bij deze Dimitri, waar haal je die leuke machines voor plastieke petflessen die petfles pletten? Dat weet ik niet. Ik weet niet meer wat ik daar heb gekocht, Suzy. Ben verdikt. Meen je dat echt? Iedereen doet dat toch? Is het toch heel normaal? Of ben je verlegen om het toe te geven? 1557. Psycho, trek je nu vaker aan je poly omdat Bea weg is? Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik ook echt niet. Ik ben er heel eerlijk om. Sinds ik eigenlijk die 3 maanden met Bea heb samengeliefd en al, en de liefde heb bedreven en al, is toch het soort even wel naar het dalke gedaald van dat ik mijn eigen pleziertjes doe. Voilà, bij deze. Dan 1428 en 1456, daartussenin, oké. Ik weet niet wat ik daar fout doet. Ik doe daar toch niks verkeerd? Ja. Oké. Ik doe daar toch niks verkeerd? Lees de reactie op deze video post. Eens even kijken, dan gaan we daar eens even naartoe. Ja, ah. Oké, ik snap hem nu, ja, oké. Dan ga ik verder met de comments. Jantje de Bakker, mijn gedacht. Je bent mijn grootste held. Wanneer ik me sip voel, kijk ik naar jou. Ik voel me goed, ik voel een goed gevoel wanneer ik me sip voel, kijk naar jou. De bessen aan de bomen zijn rood. En ik me sip voel, kijk ik naar jou. Bedankt, Simi. Oké. Okay. Bijna 500 subs. Giveaway! Ja, maar de giveaway was wel even in het 100. Dat geef ik oprecht toe. Dan gaan we naar 852. Kom aan, Dimi. Wat een schande. De eerste vlag is de vlag van Alken. Dat zou je toch moeten. En de tweede vlag is van de vlag van Limburg. Ja, dat weet ik wel. Maar ja, oké. Okay, sorry. Kratij, plaratij, dat ik het niet wist. Haag G. Rectium. Of zoiets. Hallo, Psycho. Ik ben een nieuwe kijker. Wat zijn uw hobby's? Enzovoort. Mijn groetjes. Mijn hobby's zijn dus vloggen. Ja, eigenlijk ook een gamer, maar momenteel ligt dat even op on hold. Mijn onderbuurvrouw. Ik kan niet te hard zeggen, mijn onderbuurvrouw, dankjewel, want die reclameert heel rap. En daarbij heb ik even dat op on hold gezet. Ik heb straks een gesprek met Cordium en Open Thuis en Alice en ik. En dan gaat er wel een duidelijkheid komen. Dat ik ook wel s'avonds ook nog kan gamen en ook mijn gamingvideo's kan gaan terug gaan heropnemen en gaan herpakken. Waarom spreek ik nu zo stil? Omwille van dat Alice niet alles moet horen. Dank u. Oké, okay, en dan nog mijn hobby's, dus vloggen, gamen, bowlen. Hopelijk kan dat binnenkort terug. Ik mis dat, want mijn bowlingballen staan daar. Oké, dank u. Wat doe ik dan? Ja, pretpark bezoeken. Magneetvissen. Rondrijden, met vrienden uitgaan. Mooie, leuke plekjes bezoeken. In Limburg en Antwerpen. En in de Ardennen. En misschien wel binnenkort wel vele, maar ook echt vele, vele verder. Dus bij deze, ik hoop ik dat jij op de hoogte zit van al mijn hobby's.
een vlog 851 zijn twee reacties opgekomen. Ben verdikt, jij en Bea zijn zogezegd goed bevriend met Tamara. Maar jullie vergeten haar verjaardag, dat vind ik maar raar hoor. Ja, dat klopt. Sorry Tamara dat wij uw verjaardag was zijn eens vergeten. En ja, dat kwam allemaal omhoog van dat we die dag ook Chris terug voor het eerst na twee of nee, na drie maanden terug elkaar hebben gezien. En dat deed me echt heel deugd. Dat deed me echt deugd. En ja, dan was ik echt in de wolken. En dan had ik Tamara haar verjaardag vergeten op die dag. Oepsie, oepsakeen. Ja. Dan Frederik. Joepie! Joepie! De Q&A op YouTube. Alle vragen zijn beantwoord. Nu gaan we naar de Q&A room van Discord. Ik trek nu een lijn. Dat staat dus in de vlog. Dus nu een lijn. En onder die lijn, dat is voor de Q&A voor de volgende keer. Enter. Voilà. Nu denken die mensen in Discord van, waar heeft die lijn hier te maken? Oké. Okay. Oh, fuck. Er zijn ook wel redelijk wat vragen binnengekomen. Wanneer is mijn vorige Q&A geweest? Die datum moet ik ook weten. 25 mei. Holy shit. Dat is toch echt heel veel gekomen. Ja, oké. Okay. Waarom speel je zelf bijna nooit mee bij het getallen- en woordenspel? Ik doe nu wel regelmatig er wel mee. Als je 500 subscribers hebt, ga je ons dan wat meer aandacht geven dan ik bereid om effort te doen. Ja, ik geef jullie toch al de laatste tijd toch al redelijk vaak toch meer al aandacht. Klassieke Susie, doe je aan sport, Dimi? Zo ja, de welke, hoe vaak, met wie, op welk niveau en welke kaas? Ik doe dus aan sport, dus ja, aan bowlingen. Dus dat ga ik terug heropnemen in september, want dan begint ook die nieuwe seizoen van bowlingen. Als het mag doorgaan. Ik wil het woordje niet meer spreken, waardoor dat misschien niet kan doorgaan. En dat is dan één keer per week. En dan nog misschien nog eens één keer per week gaan wandelen samen met Chris. Oké. Okay. Dan Suzy opnieuw. Domi, voor Kaat. Heb je ooit een mooie serenade gezongen, Nobelprijs van Cluzo? Hoe komt het dat je nog nooit zo'n romantisch gebaar voor Bea gedaan hebt? Ik weet het niet. Ik ben misschien ook al een tikkelke ouder. Kan het daaraan liggen? Ik weet het totaal niet. Ik weet het totaal niet. Sorry. Dan Dr. Heusden. Dag Dimi. Ik ben Dr. Heusden. Bij het kijken van de laatste twee vlogs heb ik vermoedens gekregen van coronomen. Ik zou graag eens willen onderzoeken, want ik zit op rand van een doorbraak in de coronabestrijdingstechniek. Groetjes, Dr. Heusden. Ik ben sinds kort getest geweest en ik was niet besmet. Voor alle duidelijkheid kan jij, Dimi, het verschil maken in dit onderzoek. Oké, dan, ja, op welke manier dan? Ben verdikt nu. Vind dit een top idee. Ik hoop dat je eraan meewerkt, zegt de V. Je kunt er mensenlevens mee redden. Als ik terug ga beginnen, als ik terug zeg van een koudwoord krijg van het rusthuis, voor terug daar mogen gaan te beginnen om gaan te werken, ga ik opnieuw een test doen. Bij deze. Dan, Steen. Op wie stemt Bea? Bea heeft dat ook geheim gehouden, dat ziet je ook in het Discord channel. Ik ga het niet vertellen, mooi geprobeerd. Dan BRNTTTT.
We hebben ook al eens gekeken nog een keer op Discord. En wacht nog tot. Ja, hij moest wachten tot nog tot 11 uur s'avonds voordat hij eens terug kan connecten naar de server toe. Bij deze. Ken jij Sammy Lippens persoonlijk? Nee. Ik zie vaak dat je dialecten doet in je vlogs. Laat eens horen welke je allemaal kan. Het paterke van de Hasselt. Man, toch? Voilà, dat zijn er al eens twee. Meer weet ik momenteel nu nog niet. Waar ga je meestal zwemmen met dit weer? Als ik ga zwemmen en als het terug binnenkort ook open is, ga ik gaan zwemmen altijd in Sunparks Mall. Waarom daar ga ik zwemmen? Omwille van dat dat ook voor mij volledig, maar ook echt een volledig gratis is. Een gratis toegang tot een heel mooie zwemparadijs. Hoe mooier in je leven kan je het nog hebben? Waarom krijg ik die gratis inkom en waarom ik daar gratis gaan zwemmen? Dat heeft omwille van één reden. Kijk, dus ik moet nu ook gaan reclame maken voor deze redenen. Dat is omwille van de Halloween groep. Dus wij doen daar één keer per jaar, gaan we daar mensen doen, maken we daar mensen dus bang. Dus, maar het staat wel op bord dat allemaal een Halloween zwem dingen aan de gang is en dat je dan ook wel kunt opgeschrikt worden. Dus eigenlijk altijd in Sunparks Mall en soms, en regelmatig ook wel bij mijn ouders hier in Alken. Word je soms al herkend op straat? Ja, een paar huizen weten wonen al fans die ik ook al tegen het lijf heb gelopen. En soms, als ik eens aan het wikkelen ben, ja, roepen ze, zit jij Saiko van Saiko TV? Ik zeg ja. Voilà, bij deze. Heb jij uw tanden recent laten bleachen? Nee, ik ben iets minder al beginnen te roken, Suzy. Dat is ook al een hele mooie stap in een goede richting in mijn leven. Maar, sorry mensen, ik ga nog eens drinken. Met zo weer moet je voldoende drinken. Hoe zit het eigenlijk met je idee om zoals Stuk TV jachtseizoen te doen? Ben je dit nog steeds van plan? Ik wil een serie maken, maar daar heb ik mankracht voor nodig. Mensen die eerst op vrijwillige basis mijn Stuk TV dan ook een klein beetje van de grond willen tillen. En als er dan eindelijk inkomsten zijn van Stuk TV en voldoende inkomsten zijn voor twee loons al of drie loons te kunnen uitbetalen, dan pas kan ik ook mensen in dienst nemen. Zo zie ik dat ook wel echt later eruit. Wat heb je gestuurd in het middelbaar? De eerste middelbaar tot de eerste en de tweede middelbaar was het altijd hout, elektriciteit en metaal. In die richting was ik dan beland eerst. Daarna de derde middelbaar, waar ik dan ook ben verhuisd naar verschillende scholen terug opnieuw. Dat was, de eerste school was technicum in de middelbaar. De tweede school... dat was dan ook nog in technicum. Ik moet echt nadenken. Dus het was ook nog altijd in technicum. En daar heb ik dan richting metaal gekozen. Ja, metaal. Daarna zeggen ze dat ik het niet meer te goed aankon. Dan ben ik verhuisd naar een stap klaar. Dan heb ik logistiek assistent beginnen te volgen. Eerst in het speelhof in Sint-Truiden. Daarna ben ik verhuisd naar Mariaburgt in Steevoort. Daarna ben ik verhuisd naar bijzonder onderwijs, dus BUZO. Ook voor logistiek assistent te volgen. Daar heb ik ook dan mijn zevende specialisatiejaar ook gedaan. En heb ik daar ook nu een getuigschrift van. Bij deze. Wat heb je gestudeerd in de kleuterschool? Huh? Oké, snap ik niet. Heb je je zwembrevet behaald en zo ja, hoeveel meter? 2000 meter. Maar ik kan mijn zwembrevet niet meer vertonen, want ik weet niet begot waar die is. Dat bij deze. Jonas. Hey, Psycho. Een vriendin van ons is morgen jaar. Kan je nog eens een verjaardagsoverdracht doen? Wens Charlotte een goede verjaardag van Manuel, Lauren,
Lorane, Lorenzo, Helene en mij, dus Jonas. Het zou ons echt een groot plezier doen, aangezien we een niet samen kunnen vieren. Bij deze heb ik de verjaardagswensen dan bij deze ook overgebracht. Dan hebben we Bobby Peters. Van mij ook, hey Jonas. Dus een gelukkige verjaardag aan Charlotte van Manuel, Laurent, Helene, Jonas en mezelf. Oké. Jonas, kan je ook even jouw ongezolde mening geven over wat er in Amerika gebeurt? Is nu dat je op de hoogte bent van de feiten. Ik vind het niet kunnen dat er een minderjarige is verkracht en dat er nu zoveel rellen zijn. Maar, sorry, meer weet ik niet. Ik volg dat allemaal meer op de voet. Echt waar, het nieuws momenteel interesseert mij echt heel weinig. Ik kijk ook praktisch niet meer naar het nieuws toe. En ook niet naar het laatste nieuws of zo, naar die websites. Daar kijk ik ook al niet meer naar. Sorry, bij deze. Dan BRN. TTTTT. Ja, doe ook maar van mij ook. Dus een gelukkige verjaardag aan Charlotte, van Manuel, Loan, Helene, Jonas, Bobby en mezelf. Amai, man. Oho. Dus die vier namen die worden al echt goed, goed in de daglicht gezet voor de verjaardagswensen. Ja. Wat is de vierkantswortel van 4? Wat is de vierkantswortel van 4? Wat is de vierkantswortel van 4? Ik denk 1. Wie was de beste voetballer bij FC Nerds? En welke connectie heb je met Moses van FC Nerds? Moses heeft niet meegedaan aan FC Nerds, maar dat is een crewlid van Frecomatic. Ik heb contact gehad met Bjorn Roesbeken. Dan Dr. Heusden. Mijn jonge broer is 15 jaar en heeft een relatie met een meisje dat 24 is. Onze ouders zijn hierop tegen. Wat is jouw mening hierover? Ze spreken al over kinderen krijgen. Dat van kinderen krijgen, oké, ben ik heel zwaar op tegen voor zo'n jonge leeftijd. Want dan vergooit hij ook zijn jeugdleven, dan kan zij ook later niet meer weggaan en al. Ik vind dat echt een stom idee. Maar een relatie aangaan met een oudere meisje, als er een klik is, ja, waarom niet? Want ik ben er ook nu 32, mijn schatje is er 23. We zijn ook al 9 jaar verschil, dus op een latere leeftijd is die verschil evenveel en dan is er geen discussie meer over. Dan kunnen jullie misschien allemaal weer al kijken naar kinderen toe. Maar 15 jaar, vergoot uw jeugd niet. Stop. Dus, oké, kinderen krijgen, wauw, mooi. Komt ook heel veel bij kijken. Zo gelijk zuivere pamper aandoen, 's nachts opstaan, voor ook weer een zuivere pamper aandoen, een tutter geven. Veel meer bezig zijn ook, haar, proberen haar of zijn interesses ook wat op te wekken van wat hij graag later doen als hobby's. Speelgoed kopen kost ook al redelijk wat geld, noem maar op. Dus denk daar ook een klein beetje over na. Ik ben er niet tegen, maar kinderen, wacht er nog maar even bij. Heb je al een idee wat je gaat doen na die 1000 subs? Ah, daar beginnen ze al over die 1000 subs. Ik zit nog maar pas aan mijn 500 subs en ze zijn al bezig over 1000 subs. Wat ik dan ga doen? Oh, dan ga ik 4 weken afsteken, hè, mijn woning. Dan kan Aliske zeker klagen. Oh, mijn appartement is afgebrand. Oh, nee, niet doen.
Dan ben ik ook alles kwijt. Wat ik echt ga doen met de deur, dat is subs. Oh. Daar moet ik nog heel zwaar over nadenken. BRNT. Kun je die vraag, dus als je deze vlog aan het bekijken bent, kun je dan ook deze vraag nog een keer in de Q&A zetten? Dankjewel. Mensen, dan heb ik ook een lijn getrokken, een stippellijn, op de Discord server bij de Q&A room. Onder die streep worden de vragen bij de volgende Q&A pas beantwoord. Bij deze. Dankjewel om een deel uit te maken van deze Q&A en tot de volgende Q&A. Maar de vlog is nog niet afgelopen. Denk daaraan. Ik heb nog wat gechat met jullie fans op Discord. Als jullie wilt mee chatten op Discord met mij, de link staat hier in de beschrijving bij deze. Ik ga ook de vlog hier bij deze ook beëindigen. Dankjewel weer om een deel uit te maken van mijn leven. Ik zie jullie allemaal morgen weer al terug. Vergeet ook niet te abonneren en doe zeker mee met de giveaway. Tot later!